Ze staan aan. Ja. Hallo, de Duitsers komen. Respect wederom voor de editors in goede smaak. Snaak qua muziek. Oh nee, smaak. Respect. Oh nee, gefeliciteerd. Koop een lolly en gaat vieren. Zo. We hadden net dat liedje op in de auto. En toen waren we echt heel erg twijfelachtig met z'n tweeën. Als mensen ons hadden gezien, met dat nummer keihard aan. Twee gasten in een auto met dat nummer keihard aan, ik weet het niet. Ik doe een beetje denken in die reclame, weet je wel? Dat je doem, ja, doem, 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 twee gasten. Van nummer hoor je? Van ik weet het, van More Than Talking is dat nummer. Stanley? Nee, dat is Bee Gees. Van More Than Talking. Het is, ik weet het niet. Zijn in de, als je die gast van More Than Talking ziet, dan denk je echt van, nou, jullie moeten echt gewoon even normaal doen. Wat is er aan de hand? Ik zit te denken, ik wil niet... More Than Talking. Ik moet het nu weten wat nummer, welk nummer het was. Het is van More Than Talking. Ja, welk nummer? Hoe gaat het nummer? Ja, weet ik veel. Heel Duitsig. Het is namelijk Duits. Doen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Yo Post. Het was natuurlijk gisteren weer aan met de live show. Hè? Met Bart en Wouter en ik. Het ging over de Oscars en zo. Maar nu geen live show vandaag. Nee, Yo Post. Het is Yo Postdag, motherfuckers. Woensdag Yo Postdag. Een zak. Het is weer woensdag. Woensdag komt de post aan. Ja, woensdag post. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ik vind tegenwoordig dat ik dat hele zakpak een beetje een soort van... Ja, zo overleven. Bullshit. Het is gewoon complete bullshit. Twitter-vraag van de week. Denken jullie dat het touchpad op de controller van een PS4 handig wordt en ook fijn is om mee te werken? Ik denk serieus dat je er niks mee kan. Ik denk dat je er nooit mee gaat werken, want hoe? Je hebt de controle in je hand. Je hebt al je twee vingers op de DualShock, op de analoge knuppels of op de actieknoppen. Ja, dan moet je helemaal... Dan hoe doe je, of ga je dan met je neus? Ja, wat doe je dan? Misschien kun je er tegen blazen. Is het dan al genoeg om hem in beroering te brengen? Kijk, bij de PlayStation Vita zit hij aan de achterkant. En dat maakt sens, want daar heb je vingertjes zitten. Daar zitten je vingers al. Maar hier zitten je vingertjes, daar hebben ze gewoon de triggers. Ja, ik maak me trouwens wel zorgen over die triggers. Ze hebben nu echt beduidend andere triggers erop zitten, zodat je niet met je poten van die knop afglijdt als je een race game aan het spelen bent. Ja. Dat is echt zo. Je hebt zeg maar die opzetstukjes wat mensen erop zetten, nou die zitten er nu zeg maar geïmplementeerd in de trigger. De trigger loopt nu zijn zo. Zijn meer als de Xbox dus gewoon. Ja. Dat is toch gewoon beter? Ja, maar het zag er een beetje raar uit. Een beetje dundig, een beetje... Goed, het is allemaal prototype nog. Sony die is nog sowieso een beetje altijd al voorzichtig geweest met zijn controllers. Ja, en behoudend, conservatief. Behoudend, conservatief. Er is ooit sprake geweest van de banana controller, de boomerang controller. Ja, dat was nooit iets, dat was echt een verschrikkelijk. Maar er was serieus sprake van. Wij hebben die op de E3 gezien toen. Ja. En we hebben in een glazen bak hebben die gezien. Toen zeiden we, what the fuck is dat? Een heel raar rond dingetje. Ja, dat is... Maar PS4, top! Ja. Geef mij maar gewoon een sterker apparaat. Wil je dat sharen dan wel? Er zit ook een share-button op. Ja, maar dat had ik het laatst met iemand over. Een mens, een persoon, ik weet niet meer wie. Is dat nou... Kun je nou besluiten van... Oh, nu ga ik iets stof doen, nu druk ik hem in? Ja, nee. Of na die tijd, in laatste minuut. Nee, het gaat zo. Je bent gewoon aan het gamen. En er gebeurt nooit iets leuks. Op een gegeven moment gebeurt er iets leuks. Ja. Dan druk je... Hé, dat was leuk. Had ik het wel opgenomen. Oh, wacht! Dat heb ik! Want dat doet hij automatisch. Ja, dat gaat gewoon de laatste 15 of 30 minuten.
Dus eigenlijk is het... In een crappy kwaliteit slaat hij waarschijnlijk op. Dus eigenlijk doet hij wat Halo altijd al doet, al sinds Halo 3 ongeveer, doet hij nu de console doet dat voor. Ja, maar je kunt het dan direct op jouw persoonlijke YouTube-account droppen. Ja, je kunt direct een tweetje erachter doen, want de PlayStation 4 is heel sociaal. Ja. En dan zeg je, kijk mij ownen in Killzone, woep woep, bam. Best wel leuk op zich. Maar moet je doen. Moet je een keer over voetbal gaan tweeten? Dat zou ik wel zeggen. Jij moet gewoon een keer een wedstrijd gaan kijken en erover gaan tweeten. Ja, maar ik ben dan echt zo'n vrouw die dan gaat zeggen van... Een leuke achtergrond. Oh, dat reclameborden. Hé, daar zit iemand in het publiek met een regenjas aan. Jezus, wat een lelijk t-shirt hebben ze aan. Ah, dat is ook weer bij de lul te grijpen. Of wat heeft die knakken veel beenhaar, dat soort dingen. Wat wil je doen? Dat lijkt me lachen. Dat is een noob comment. Maar ja, ik heb wel betere dingen doen dan de tijd laatst. Zoals? Gamen. Ja, voetbal kijken is inderdaad, dan game je niet, nee, dat klopt ook. En maar wat vind je dan, want in principe... Ik heb zo ook nog een beetje koffie, ik ben het aan het bewaren. Dit is echt niet oké, Maarten Blom. Nee, waarom staat hij dan ook aan? Ja. Nee. Oh, ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Je bent te laat. 3 uur was het. 3 uur nee, afgesproken. Ik ben er nog niet. Wat, ik ga nu in een tunnel in. Altijd al een keer willen doen. Ben je er nog? Maar ik moet even opnemen, want ik zit midden in de opname. Opnemen en nee, afleggen. Opleggen. Ik faalde dus in, ik faalde in het opleggen. Ik wilde eigenlijk die tunnel grap. Echt opleggen, wat leuk jullie. Je zei ook, ik moet even opnemen, ik zit midden in jouw post. Dat is niet correct. Verkeerde volgorde. Goed, waar waren we? Waar zijn we? Oh. Huub.nl, comment van de week. We gaan snel door naar de volgende brief. Oh, dat is een Puber.nl comment. Van Vegeta.nl. Wat is Vegeta ook alweer? Dat is die gast van de Dragon Ball. Dus we hebben er al een keer. Hij is al een keer eerder in het zonnetje gezet. Pugast! Met redelijk wat N'en. Ik had een vraag en luidt als volgt. Als er vrouwelijke collega's rondlopen die er redelijk goed uitzien, lopen jullie dan als geile honden erachteraan of anders? Oké, het is wel goed dat het aan jou vraagt. Want ik kan er wel even een leuke anekdote bij vertellen. De eerste vrouwelijke stagiair die wij hadden in 8 jaar tijd, daar is Wouter nu mee getrouwd. Ja. Nou, niet mee getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Maar ik woon er wel mee samen en ik ben... Je hebt seks met haar. Vrouwen zijn schone, hygiënische wezens. Wij zijn smerige varkens. Ja, dat is die poepen bloemengeur. Nee, die poepen überhaupt niet. Oh, nee, dat doen ze niet. Nee, ze eten precies genoeg om nooit te poepen. Nee, dat is het verschil. Dus dan heb je dat, weet je dat ook weer. Je moeder daarentegen. Nou, nu we het over moeder hebben, nog een Puber.nl comment van Jason B. Jason B, joh. Heeft een dinosaurus als avatar. Beste Pufellas, hebben jullie aardige schoonmoeders? Ja. Ik wel. Ik heb een hele aardige. Ik heb ook heel aardig. Heel aardig. Nou, top shit. Ja. Score bij de vriendinnen. Ja. Nou, score bij de vriendinnen. Dit is ook een comment en dit is een YouTube comment. Afkomstig van Pepijn Korten. YouTube comment van de week. Hey, ik heb een vraag. Hoeveel gamen jullie per week? Hoeveel uur? Uur. Ik kan daar een rekeningsommetje op loslaten. Nou, ik ben benieuwd. Wacht. Ik assisteer je. Ik, kom maar dan. Maandagavond. Je bent thuis. Ja, maandagavond. Soms kom ik thuis en dan ga ik meteen gamen. En dan is mijn vriendin aan het koken. Dan ga ik eten. En dan ga ik meestal films kijken of zo. Of weet ik veel. Soms ook wel gamen met mijn vriendin. Dus ik denk elke avond wel minimaal van 3 uur. Als het even kan. 7 keer... Nee, door de week is dat dus. Ja, dat is door de week. 5 keer 3 is 15. 125. En dan het weekend... ik heb meestal vaak een druk aan het weekend. Dat is een beetje kut. Plus, maar normaal weekend... Wel meer dan 3 uur per dag. Ja, ik probeer toch wel dan de 4 à 5 uur te halen. Maar dus jij gamet wel ongeveer tussen de 20 en 25 uur per week. Dat valt een beetje tegen. Dat is minder dan dat ik werk. Dat is niet de bedoeling. Nou, je vergeet dat je ook wel eens voor je werk gamet. Dus misschien met die 2. Ja, maar dat is natuurlijk wat minder regelmatig. Maar eigenlijk, als je eerlijk bent, is het best wel veel.
Als ik die energie zou stoppen in sporten, dan was ik verdomd gespierde gast. Niet als je een curling deed. What a champion. Always coming through for his team in the crucial moments. Adjusting his equipment a little bit. Can he come through like he did in Calgary in 2008? Pin could drop in here, folks. And they're off! What a glide! He's shooting across the ice. Hard! Come on, it looks good. Oh my gosh, he's done it! Can you believe it? What a performance! The crowd's going wild! I can't... De hypevraag van de week. Erwin Duchate. De Tol, sorry. Beste Jo Pastoronis. Jo Pastoronis. Ik vind dat tegenwoordig heel erg veel games overgehyped worden. En eenmaal als de game uit is, gaan ze zeiken omdat de game te overhyped werd. Ik stoor me er heel erg aan en ik vind het kut. Wat vinden jullie van? En Wouter, ik hou van je. No homo. Oh, dat is dat is aardig. Afsluitertje. Ja. Erwin. Du chateur, toch? Ja. Ik probeer zo mogelijk hypes te negeren. Maar dat lukt bij sommige games natuurlijk totaal niet. GTA 5 kun je gewoon niet negeren. Ook Destiny is ook echt de fucking hype machine flink op gang nu. Niet normaal. Ja, dat klopt. Maar ik irriteer me niet zo aan hypes. Nee? Ik zie het gewoon als een onlosmakelijk proces bij het uitbrengen van een game. De fotobrief van de week. Ga snel door naar de volgende vraag. Hij is afkomstig van Romano Mundo. Dat is een mooie naam, Romano Mundo. Mensen verzinnen die naam, ik zweer het. Dit is de fotovraag van de week, de fotobrief. Hallo mannen van de Jopas. Nee joh, hij is zijn e-mailadres. Romano Mundo, het heel bekende hete postshit. Weet je, dat moet je toch verzinnen? Ja, maar ja, goed. Wel goed verzonnen dan. Ja, sterk. In de laatste Jopas klagen jullie over het gebrek aan Taco nieuwe Mundo. Foto. Dat heb ik van gekost een keer. Ja, ik niet. Ik bestel het super vaak met Bart. Ja, maar ik bestel het ook vet vaak. Maar die kwaliteit ging echt zienderogen naar beneden. Tot ik op een gegeven moment gewoon echt vet had ervoor moet kosten. Het kwam omdat jij in Utrecht ondiep woonde. Dus op de grens van ondiep en zuilen. Ja, maar ik bestel iedereen die Utrecht bestelt bij dezelfde Takemundo. Dat is maar één dag. Ik doe dat altijd bij Takemundo in Utrecht. En ik ben er heel erg tevreden over. Ze zijn ook super snel. Ja, maar ze konden op een gegeven moment gewoon niet meer de vraag niet meer aan, volgens mij. En toen ging het gewoon... De sla werd minder, de groente werd minder vers en toen... Ook echt jongen, jezus, je wil niet weten hoe je van... Ja, maar dat heb jij ook met Goeiemorgen op de ginkontbijt. Ik heb van verschillende dingen gekost, dat klopt. Maar ik denk dat mijn lichaam is heel erg alert. Dus voordat het misgaat, zegt mijn lichaam hallo. Dat is niet oké. Okay. Dus daarom ben ik ook ziek. Ja. Je was laatst al ziek. In je kop! Je was helemaal niet laat zien. Nee, cool, maar dat hebben jullie gezegd omdat ik op vakantie was. Omdat ik niet wilde dat iedereen wist dat ik op vakantie was. Ze moeten jou een keertje ziek maken. Het zou lachen zijn. Gewoon echt shit in je vreten gooien. Kopje koffie? Laatst kwam ik in Seattle aan. Toen was ik wel fucked up. Maar toen ging ik even slapen, was weer voorbij. Toen ging ik zuipen, was ik wel fucked up. Ik ook gekost. Maar ik heb slapen. Heb je gekotst in Seattle? Ja, ik ben... Echt, op die persschip heb je gekotst? Ja. Echt? Heb jij op die persschip voor Destiny gekotst? Ja, weet je, ik ging... Hoe heet dat? Maar die was je zo aan het zuipen dan? Waarom heb je gekotst? Hoeveel lang? Wat had je op? Ja, heel veel... Hoe heet het? White Russian. Met de rekening, daar ga je van kotsen. Het is gewoon melk. En toen gingen we bowlen. Toen dacht ik, ga je even naar elke avond. En toen even bij ze schijt. En toen ben ik... Gaan bowlen. Was een leuk. Toen heb ik dus, knetterzat dat ik was, ik dacht dat het er 3 strikes waren, maar het waren er nog meer volgens zo'n gastje van België. Zo van, jij hebt 5 strikes gegooid of zo. Ja, kan jij bowlen? Ik had het al niet bowlen. Nee. Zeggen, net als Bart. Dus ik had die bowlen, ja! En de avond daarvoor... Maar ook een goede baan. Ja. Oké. We gaan weer snel verder, man. We hebben maar 2 brieven gedaan. Yo, mannen, Jo Bos, laatste... Ja, Romano Mundo dus. Ik weet niet, hoe zijn we ooit op andere onderwerpen gekomen?
Door Takemundo. Door zijn naam. Door zijn naam. Oh ja, Takemundo, ja. Hallo mannen van de Joopost. In de laatste Joopost klaagden jullie over het gebrek aan nieuwe foto's voor aan de muur. Dit is een mooi stukje van het einde van de aflevering. Oké. Groetjes van Romano Mundo. Romano Mundo. Oh, wacht. Ik denk dat ik deze foto erbij moet hebben. Ja, dit zou je kunnen zeggen. Ja, zoom eens even in, jongen. Hey. Dit zou je kunnen zeggen. Dat zou eerlijk jij prima kunnen. Dit zou ik zo kunnen zeggen. Ja. En als je eerlijk bent, dan... Ze kunnen wel vaak goed inleven in onze karakters. Ja, vieze brief. Heb jij plakband? Dan moet hij helemaal... gevaarlijk. Wow! Nou, dan ga ik weer een trucje doen. Zullen we dat aan onze baarden plakken? Dus dit keer wel recht? Nee, je kunt het niet meer recht. Je kunt nee, ik ben recht geleerd. Ik ben verleerd. Kun je erbij? Kun je erbij? De vrouwelijke pie-abonnee van de week. Lieve allebei. Na een hele lange tijd de pu van mijn vriendje te hebben gepikt, is het toch eindelijk zover. Deze maand ben ik ook abonnee geworden. Echt waar? En ik wilde even de kans krijgen om te zeggen dat ik elke keer met plezier de pu lees. Nou, wat leuk. Is dat niet leuk? Ja. Zelfs de boerbeep sexy. Hubba hubba. Oké, dat is apart. Dus... Ik kijk dan ook uit naar de volgende nummers. Ja, leuk. Vooral naar het moment waarop Tomb Raider door mijn brievenbus komt. Vermoedelijk is het dat moment afgesloten met Tomb Raider, ja. Zodra die binnen is, kom ik een tijdje niet meer buiten, denk ik. Goed zo. Hoeft ook helemaal niet. Dus aan jullie mijn vraag, voor welke game van 2013 zijn jullie dadelijk bereid om kluizenaar te worden? Dit is een mooie opbouw, hè? Liefs! Ja. Liefs! Liefs. Sophie. Inderdaad, in plaats van fuck you, inderdaad, kanker, liefs. Wat zeg je nou over die enge ziekte? Maar dat is niet wat ik zeg, dat is wat soms gezegd wordt. Nee. Oké, lief Sophie. Sophie, ja. Zegt iets. Waar zou jij klaar zijn? GTA 5. Ik GTA 5 ook, dips. Ik ook, absoluut. GTA 5. Okay. En anders later... Destiny! Destiny, ja. Oh my god! Destiny. Maar die komt niet meer in 2013 misschien. Oh. Of Dragon Age 3. 14. Waarschijnlijk ook. Ja. 14. Wellicht. Weet je, evident is dat. Dat gaat zonder te zeggen. Hè? Ja, dat is ook weer zo. Oké, dit is de ene laatste brief van de week. Nee, wacht, ik heb nog even over Twitter. Want ik zei net, dat is een heel lelijk woord, zei ik net. En ja. Als je eruit... Ik zie al, dat is de gast die aan het editen is. Ja, dat doet hij dus is niet mee. Blij dat ik verwijs naar iets wat we net hebben gedaan. Anyway, onder YouTube, een YouTube comment, zei een Hizon Hara, zei... What the fuck? Waarom scheld jij met kanker, Wouter? Wie denk je wel niet dat je bent? KK sukkel. Kaka. Nou, is dit redelijk dubieus. Want ik weet niet of jij Hizon Hara doorhebt wat KK voor staat. Het is in ieder geval niet voor... Grote kut. Kuttekindjes. Nee. Het is eigenlijk wat je zegt, is kankersukkel. Misschien is hier gewoon een grapje. Het zou ook kunnen, inderdaad. Het zou kunnen. Daar heb ik ook rekening mee gehouden in mijn antwoord. Maar je hebt wel gelijk, ik moet niet kanker zeggen. Het is niet leuk. En ik bied mijn verontschuldiging aan en ik ga het niet meer doen. Voor alle volgende keer dat je het ook zegt. Ja. Bij deze. Nou, oké. Nou, wat doen we als iemand hem breekt? Dan pieter iets. Oh, oké, dat is de oplossing dan. Ja. Oké. Nou, alright. Dat zijn de laatste brief. Geen repercussies, lekker. De hele laatste brief van de week. Hij is, wil jij misschien doen? Ja hoor. Nou, oké. Eén laatste. De ene laatste brief van de week. Yo, gasten van de pu. Ik vraag me af. Als jullie nu een agenda zouden moeten kopen... Waarom doe je dat twee keer? Ja, voor de knip. Oh. Was het dan een kattenagenda geweest of een puuragenda? Denk er goed over na. Ik zou het wel weten. Ja, ik heb puuragenda. Ik heb hem zelf gecoördineerd, zoals de fans zitten. Als je erin kijkt, staat er ook coördinatie, motorbruggen. Het is de volgende puuragenda. Weet niet meer. Die spoilt shit. Oké. Okay. Ja, shit. Nee, de vorige toch ook al? Oh nee. Nee, absoluut niet. Ik neem ook credit voor shit in het verleden, want niks meer met mij heeft. Maar daar heb ik ook aan meegewerkt, maar niet coördinatie. Anyway, ik zou absoluut, ik hou van mijn eigen werk. Zo heb ik dan ook alweer. Dus een puur agenda, ja. En wat later Mark trouwens. Mark, wat zou jij dan een kattenagenda of een puur agenda?
De laatste brief van de week. Jurre van Vliet. Ja, dat kan prima. Het is de Wouterbrief van de week. Yeah. Hij zegt, beste Maarten. Oké. Okay. Ik zit nou al een paar maanden met dezelfde vraag die ik maar niet uit mijn kan krijgen. Ik zit nu al een paar maanden met dezelfde vraag die ik maar niet uit mijn kan krijgen. Hoofd. Niet uit mijn hoofd. Niet zo'n hoofd. Oké. Okay. Mijn vraag is namelijk, waarom heeft Wouter toch zo'n raar zeshoekig hoofd? Zie bijlage. Goed aan heel Power Unlimited. Vooral Wouter! Jurre van Vliet. PS Wouter! Is een grappige naam. PPS. Wouter! Sla me niet. Dat lijkt me sowieso lastig. Sla me niet. Wouter! De bijlage is hier. En dat is inderdaad hard bewijs dat jouw hoofd zes... hoekig is. Heb je daar een verklaring voor? Wouter! Nou, ja, dat zijn absoluut zes hoeken. Ik vind het... Yo, bust! Heb je er ooit wel zo naar gekeken? Nee, absoluut niet. En het is wel redelijk symmetrisch. Dat is waar. Daar ben ik wel blij mee. Carlijn. Ik weet niet, wat voor hoofd heb jij? Heeft iemand mij ooit verteld dat je het verschil hebt tussen pannenkoekenhoofden en hondenhoofden? Echt waar? Ja. Heb jij dan een hondenhoofd? Hondenhoer? Ik heb denk ik een hondenhoofd. Ja. Ja. Jij hebt meer. Ja, jij hebt ook wel een hondenhoofd. Ja. Heeft iemand hier een pannenkoekenhoofd? Ja, hij heeft een beetje een pannenkoekenhoofd. Ziet niemand. Dus dat illustreert mijn punt totaal niet. Maar. Dan zie je maar weer. Hé, elk mens is weer gewoon anders. Ja. En het zijn allemaal tyfuslaaiers. Wist je dat het bandje vol zit? Dus we moeten kappen. We moeten heel snel kappen. Bedankt voor het kijken naar de Jo-post. En volgende week zijn we er weer. Morgen zijn we er met een fucking epische live show. Ja, live show. Live show, yo. En je kunt blijf schrijven. Blijf twitteren. Blijf sturen. En vooral, blijf ademhalen. Tot de volgende week.